Goedemiddag, ik ben Lars Tuyp. Vandaag weer een gezellige nieuwe uitzending van Jotam, de frisse blik. We zijn hier vandaag in de Scheldestraat. We gaan even kijken vandaag hoe de buurt is. Gaan jullie mee met ons op stap? Ik zeg, kom gezellig mee. Mag ik u misschien wat vragen stellen? Ja. Heeft u misschien wat positieve dingen van deze straat? Positief. Ja, vindt u dat hier veel vuil op straat ligt? Nou, dat valt wel mee. Okay. Ik heb niet het idee dat het echt overdreven vuil is. Okay. En voor de oudere mensen, wat vindt u, is het hier goed voor de oudere mensen? Ja, er is hier best wel sociale controle voor elkaar. En als wat is, is mijn indruk dat iedereen elkaar wel helpt. Okay. Nou, dank u wel. Oké, graag gedaan. Fijne middag. Doeg. Ja, vindt u het een mooie straat? Hoe vindt u het wonen hier zo? Ja, we wonen hier al een hele tijd zo. We zitten hier al meer dan 40 jaar zitten we hier al. Dus bevalt hier prima. Het is een mooi uitzicht ook zo voor. En is hier ook een buurtvereniging voor oudere mensen? Ja, er is wel een buurtvereniging ook, ja. En het vuil op straat, is dat heel erg of is er bijna geen vuil op straat? Nou, is wel weinig vuil, wordt wel goed opgehaald ook allemaal zo. Ja, en ik zag al dat er is hier ook een school. Heeft u daar last van? Nee, dus daar, hier op de hoek is dat, hè, de school. Dus daar hebben we geen last van, nee. Dit is huge, man. Moet je kijken wat een uitzicht. Je zal hier maar wonen. Echt waar. Moet je kijken wat een prachtig pleintje het is. Is dit genieten of genieten? Ik ben best wel zenuwachtig. Zoals u ziet, zijn er ook nog leuke dingen voor kinderen. Kunnen lekker spelen, mee schommelen, mee doen, mee even afspringen. Ze dus gewoon zo op een kind trappen. Maakt allemaal niet uit. Het kan hier allemaal. Het is hier zo perfect. Het is hier de plek voor kinderen en ouderen om hier te wonen. Het is hier gewoon perfect. Het is echt dit top. Was weer helaas voor vandaag. Maar we zijn de volgende keer weer met de frisse blik. Ik wil even een paar mensen bedanken voor deze uitzending natuurlijk. Altijd belangrijk. Ik, mij en mezelf. En natuurlijk Jim Joosten. De gladde jongen. U kent hem aan zijn boskrullende haren. Echt waar. Vrouwen, ik zal maar snel zijn. Cameraman. Dit was het weer. En ik zeg adieu, tot morgen, adios. En de ballen Maria met mijn mutsje op naar Boekarest.